wereld vandaag. Ja, ik probeer die foto's te beschrijven. De winnende foto. Wildlife Photographer of the Year. De prijs is gegaan naar een Chinees. En de foto heet The Moment. En wat je ziet is een... Goh ja, een Tibetaanse vos is het. Dat is een klein vosje. Dat is al prachtig op zich. En die jaagt een marmot. En dat is ook een heel erg aandoenlijk dier. Dus stuipen op het lijf. En die marmot, die schrikt. Die springt een beetje omhoog. Met een wijd opengesperde bek. En je kan daar zo een geluid bij bedenken. En ook die pootjes die staan open van de schrik. Het is alsof die vos boe zegt. En daarmee heeft hij dus een prijs gewonnen. Het is super aandoenlijk. En tegelijk ook. Ja, waar fotografie soms ook rond moet draaien, het moment vastleggen. Kunnen we even over praten met Dirk Kleire. Meneer Kleire, goeie avond. Ja, goedenavond. U bent ook natuurfotograaf. Ik probeer het maar te beschrijven. Ik weet niet wat u ervan vindt. Ja, ik denk dat je het goed hebt beschreven. Het is inderdaad een fantastisch moment. Zo, die marmot die kijkt bijna menselijk naar de situatie die ze moet meemaken. Het zijn vooral ook twee dieren samen. Dat maakt het bijzonder, hè? Ja, absoluut. Interactie in een beeld is vaak echt wel een mooie bonus, ja. Ja, want waar ligt het geheim van de natuurfotografie? Alle beesten zijn prachtig om naar te kijken, toch? Ja, ik denk dat het eerst kwestie is om heel dicht binnen de leefwereld van een dier te kunnen komen. Dat kan een heel klein diertje zijn, oftewel een zoogdier in u verstoppen. Dat is denk ik misschien tip nummer 1. Je verstoppen en wachten. Ja, en op een goede plek zitten. Dus het je geluk niet van het geluk laten afhangen, maar je geluk afdwingen. Ja, want ik ben hier nu aan het kijken met wat u zegt. Hoe kan je godsnaam, dit is toch waarschijnlijk met een gigantische telelens of zo, want zo dichtbij dit moment kan je toch niet komen? Ja, uiteraard. Dat zal zeker wel mijn grote telelens zijn, maar dan is het nog altijd... Heel erg verbazend misschien dat je toch nog behoorlijk dichtbij moet zitten. Zelfs met van die grote, dure telelenzen om dit in beeld te krijgen. Wat is dat behoorlijk dichtbij? Ja, misschien 1 meter of 20, schat ik. Ja, dat is dichtbij. Ja, dat is dichtbij. Ja, absoluut. Ja. Is dit nu... het is wachten, maar is het tegelijk ook een lucky shot? Ik bedoel, dit kan je kan het niet afdwingen, hè? Nee. Dus zo'n situaties die gebeuren. Hè. Maar het geluk afdwingen is door op de juiste plek er te zitten en een tijdje een projectje van te maken. Dan heb je toch veel meer kans dat er ineens van toch iets bijzonders gebeurt. Hoe lang wacht u? Hoe lang heeft u over voor de foto? Misschien het langste dat ik ooit in 1 kubieke of 1,5 kubieke meter heb gezeten, was 17 uur aan een stuk zitten. Wachtend op de vogel die 1 of 2 keer passeerde die dag, ja. 17 uur wachten op een foto. Is die gekomen? Ja, die is gekomen. Ik heb geluk gehad. En was het een goede foto? Het is nog altijd een top natuurbeleving geweest ook. Want dat hoort eigenlijk ook bij die fotografie. Het gaat niet alleen over het eindresultaat. Maar ook van heel zo dicht bij de natuur te kunnen zitten en dat te kunnen aanschouwen. Ja. Die vogel die zal gepasseerd zijn, die heeft u waarschijnlijk niet opgemerkt of wist niet dat u daar zat. Maar van veel dieren, die voelen dat toch aan of die hebben de mens dan opgemerkt, toch? Ja. Het is heel erg moeilijk, zeker voor bij zoogdieren, om eigenlijk onopgemerkt te blijven. Dus ik denk, als ik dat beeld ook zie van die marmotten en die vos... Dan vermoed ik was er niet bij uiteraard, het was in China, maar ik vermoed dan wel dat de natuurfotograaf daar een hele tijd heeft gelegen om marmotten te fotograferen. En uiteraard in de hoop dat er iets extra gebeurde. En dit is dan zo'n moment geweest. Het is wel gelukt inderdaad. Als ik doorklik op die foto's, dan van sommigen is het bijna... Ja, die marmot kan je niet zelf doen schrikken, dus dit is echt gebeurd. Maar van sommige dingen denk je, dit is bijna te mooi om waar te zijn. En wij weten ook toch dat er in natuurdocumentaires en dergelijke toch ook soms wat gevoefeld wordt, hè? Ja, dus bij natuurdocumentaires is dat heel vaak... Dat ze met montage van beelden, dus met filmen, dat ze met een indruk creëren of een verhaal creëren door montages van beelden die eigenlijk niks met elkaar te maken hebben. Bij natuurfotografie is het natuurlijk anders, dat is een moment. Hè. Je spreekt nu wel over beelden die gemaakt zijn in kader, of die nu getoond worden in kader van de beroemdste natuurfotografiewedstrijd. Mm-hmm. En die maken er wel een eer van.
om alleen beelden te aanvaarden die 100% natuurlijk zijn. Hè. Dus dat daar niks in scène is gezet. Dat is wel heel erg belangrijk, denk ik. Dat vind ik persoonlijk dan toch. Ja. Goed, met welk project bent u momenteel bezig? Wat wil u fotograferen? Ja, ik... Hebt u iets op het oog? Ja, dat is altijd zo rond deze moment van het jaar... zo na de zomerperiode eventjes moet je terug een moment zoeken. Ik heb wel wat de trekvogels gedaan. En wat gaan zitten wat in een hutje om proberen wat trekvogels geluk te hebben daarmee. Huh? En nu is het natuurlijk het moment van de paddenstoelen. Hè. Het is echt top weer. Voor de paddenstoelen, ja, die lopen niet die weg. Die lopen niet weg, nee. Daar moet je niet op wachten, toch? Hoe lang duurt dat dan? Ja, ik denk als je... eigenlijk duurt het soms heel lang gewoon op zoek naar een goede situatie. Hè. Want je hebt er natuurlijk al duizenden paddenstoelenfoto's in de loop der jaren getrokken. En eigenlijk na verloop van tijd ben je nog maar op zoek naar dat extra beeld. Dus je bent eigenlijk eerst heel de bosbodem aan het afzoeken. Ja. En als je dan iets hebt gevonden, dan wil je het beste ervan maken. En dan is dat niet ongebruikelijk dat zo'n paddenstoel fotograferen een half uur tot een uurtje duurt, totdat je helemaal tevreden bent van het beeld. Begrijp ik. Ik wens u een fijne zoektocht en een mooi resultaat. En ik raad iedereen gewoon even aan om die foto's te bekijken van dat vosje en die marmot. En dat vosje dat Boe zegt. Dankjewel hoor. Graag gedaan.